Oeh, Junior zit er ook lekker bij. Ja, Eline wilde mee, dus daar moeten we nog even op wachten. Dat is een andere kolfje. Ja? Maar echt alleen maar kinderen. Alleen maar kinderen uit het bos. Alle meisjes met zonnebrand ingesmeerd. Dus dat doet hij goed. Die durfde ik dat vroeger maar. En de Merel wordt nou gecheckt. Ik zal er zo spreken, ik heb er al gesproken. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkijkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Wow, en we hebben lekker rustig aan gedaan vandaag. We zijn open in Oudenbosch. En ja, de bakkers die hebben goed gewerkt, heb ik al gehoord. En Junior zit er ook lekker bij. We hebben lekker, vanochtend lekker gedoucht en ontbeten. En dan gaan we nog even de tuin opruimen. En ja, we hebben nog... Junior zat altijd in een roze buggy. Ja. Hij wil eraf. En gisteren kwam ik met ijsbakjes in het hok zetten. Er zat in één keer een oude buggy liggen. Van Stan en Nout nog. Ja, die zijn jullie geweest, die zwarte ja. Buggy. Dus die hebben we even schoongemaakt net. En als je stikt mooi, dus die roze die kan naar de stort. Dat is beter, hè? Dan de roze, hè? Die is mooi, hè? Ja. Welke vind je het mooiste? Die? Oh. Die. Junior? Nou, ik vind die het mooiste. Welke vind je leuker? De toeter van de fiets, ja. En we gaan hier nog een beetje rommel ruimen. Want we hebben hier nog wel allemaal wat lampjes staan die kapot zijn. Het zijn van die sensorlampen. Ja. Die Kijk, hoe test ik dat? Test ik zo. Ik weet nou niet welke nou kapot was. Oké, deze doet nog wel. Je weet dat Solar, hè? Solar. Die ook. Die ook. Welke was nou kapot dan? Ja, dit is de kapotte. Die grote ook dan. Maar hoe waren er twee kapot? Maar dan heeft de machine wel dat een uitgestaan. Ja, die grote ook. Die Nee, die grote ook niet. Ah. Ja, nou gaat hij weer wel uit. Hij gaat aan en uit. Oh, is deze gewoon gewoon gaar, denk ik. Net bewoog jij? Ja. Kijk. Ja. Ik hou deze nog even. Ik vind ze wel heel leuk. Ja. Deze is dus niet meer goed. En die brengen wij naar zo'n recyclebak van... Recycle. Ja, die staan bij bouwmarkten en bij tuincentra. Alleen is het nou natuurlijk wel een beetje lastig, omdat we nou niet naar bouwmarkten en tuincentrum gaan als het niet nodig is. Dus als alles straks weer normaal is. En deze bijzondere tijd... Het is tijd... heel goed om dit goed naar ons te brengen. Ja, als alles weer normaal is en de bijzondere tijd voorbij is, dan brengen we hem wel weg. Maar dan moeten we hem even apart zetten. Dat is beter voor het milieu. Ook kleine apparaatjes en zo. Ja, dan moet in de... elektrische apparaten, in de grote apparaten, niet in de lampen, maar in de apparaten. Ja, kijk, heb je deze. Kijk, je hebt de lampen en een elektrische. En wij hebben de vorige keer, hadden wij een armatuur in de lampenbak gedaan. En dat is dus niet goed. Nee. Je moet dus, ook al zit er een lamp in. Dus wij kregen uitleg of wij dat nog een keer... Hoe we dat goed moesten doen. En je moet dus, als er een lamp in zit en een armatuur, mag je het niet uit elkaar halen. Maar je moet heel het geheel in de elektrische apparatenbak doen. En losse lampen die je gewoon uit de fitting kunt schroeven, moeten netjes in de lampenbak. Ja, dat had ik niet zo bedacht, dus daar heb ik weer van geleerd. Ze zetten hem anders even apart, anders dan weten we welke dat is. En dan nemen we hem de volgende keer mee als we naar het tuincentrum gaan. Hè? En nu, wat gaan we nu doen? Ja, misschien nog even de plantjes hier wel water geven. Is dat een idee? Vanavond ga je even de spoeler aanzetten. Ja, dat is ook waar, maar ik dacht hier misschien even de kruiden. Dat kan ik straks wel doen. We gaan nu met de kinderen die mee willen naar Halsteren. En Stan wilde mee. Eline, maar die is Nout wilde niet mee. Ja, Eline wilde mee, dus daar moeten we nog even op wachten. Want zelfs de bouwers zijn vandaag bezig, twee van de bouwers. En die belden al, waar blijf je? Want die hadden nog wel vragen en dan moet je er toch zijn, want de machines moeten op de juiste plek en zo. Dus dan gaan we zo met z'n allen die zin hebben. Even naar Halsteren. Jij wil ook mee, denk ik. Ja, als je een auto kan rijden, maakt niet uit waarheen. Wij zijn met z'n vieren in Halsteren en er zijn nog gewoon twee bouwvakkers bezig op Hemelvaartsdag. Nou, dat vinden wij helemaal top. En Stan,
Wat vind je ervan? Beter dan toen ik hier de eerste keer kwam. Toen was er nog boekhandel. Toen stond er nog niks, was er nog puinhoop. Stof. Toen waren we aan het slopen. De kasten zijn ook al geschilderd. Ja. En daar zie je niks van dat er kasten zijn. Komen we omdat dat heel donker is. Nee. Daar hebben we allemaal opwerkruimte daar. Ik weet ook niet of je het op de camera ziet. Ik vind dat dit er wel heel mooi als je ja, de kasten ziet. Ja, ik vind ook. Dat blad? Kom je dat bekend voor? Ja, maar ik weet niet meer waarvan. Ja, daar lag hier nog een worstenbroodje thuis, en... De camping. Thuis op de keuken. Ja. Thuis op het keukenblad. Ja. Ja, maar wel iets minder van die grote. Ja, hier zit iets meer grote klimmetjes in. Maar ik ga de machines even zetten hoe dat ik denk dat ze misschien komen te staan. Hallo. We zijn bij opa en oma in Oud-Gastel. En opa heeft de lunchbox en Stan vond een kogeltje. Ja. Opa heeft de kogeltjes verstopt. En je hebt nog een kogeltje gevonden? Ja, eentje lag op de trampoline en eentje lag daar in de kast. Nou. Dan hebben we een konijn daar weggezet. Voor een bloempotje. Dan gaan we al een keertje proberen te schieten. Ja, eerst nog. Zo'n puntje naar voren. We hebben een beer bij de poort, hè? Ja, die zijn. Daar hebben ze van de week op geschoten. Oh, die plusje beer. Zo? Ja. En dan moet je door dit gaatje kijken en dit, hè? En dan een potje erin. Ja, jij hebt een vaste hand, ik niet. Oh. Heb jij wel een vaste hand? Op de kermis kan ik het altijd goed. Ja, foto's goed toch? Allebei mis. Allebei mis. Stan heeft het potje gevonden met kogeltjes. En ja. Een kogeltje erin gedaan. En nu gaan we dichterbij, want net waren we te ver weg. Ja. We gaan nog wat dichterbij. Nee, ik kan nog niet voor je. Ja? Nee, ik mis het volgens mij weer. Nou ben ik. Oh, nu zit hij weer zwaar. Net als die hond. Ja, ik had hem al gedaan. Je doet daar een ja, je doet die... Dat systeem, daar geef je zo, geef je zijn kracht, zeg maar. Hoppa. Zo'n lucht. Nu ga ik wel even heel veel. Spannend. Ja. Nee, ook mis. Ik zag hem. Zag je wel wat? Ja, ik zag hem hierin gaan. Nee, kijk hier, zit een gat. Kijk, hartstikke mooi rond gat. Papa. Hier ergens zag ik hem liggen. Nee, dat is een steentje. Hier, mag jij nog één keer stoppen ermee? Nee. Nou. Oh, jij mag wel totdat je raakt. Dan ga ik altijd missen. Ik ga lekker een bakje koffie drinken. Anderhalve meter. Moeten we wel een kogel in doen? Anderhalve meter. Oh, zit er nog een kogel in? Nee. We zijn weer lekker thuis. Op de camping. Het is nog rustig hier, dus ik denk dat iedereen aan het zwemmen is. Kijk maar even zwemmen. Ik kan mama. Papa is nog heel even met de broem naar Oudenbos, hè? Met de auto. Ja, papa even planning maken voor morgen. Dat is een bloem. En dat is ook een bloem. Dat zijn de bloemen die mama gisteren van Eline heeft gekregen. Is mama zo blij mee? Ja, mooi hè? En Stan is er ook. Stan zit daar. Hallo. Boef? Ik hou van jou. En nou wil je nog even lekker in het badje gaan zwemmen, toch? Of niet? Ja? Badje opzetten? Ja, bambi. Ja, dat mag. Ga maar. Mama water pakken. Floortje komt net terug van het zwemmen. En hoe was het, meis? Leuk. Ja, vertel eens even. Het zwembadwater is wel lekker warm nu. Ja? Er komt ook een nieuw zwembad. Ja, dat weet ik. Alleen, er is één zwembad open. Zeg maar het zwembad met een slang waar dan dingen uitkomen, gewoon water uitkomt. De sproeiers zijn open en er is een gezinsglijbaan ofzo. Oh, dus dat hele diepe bad, dat grote bad is er nog niet open. Er zit ook nog geen water in? Er zit wel water in, maar dat is helemaal groen. Oké. Dat is helemaal vies. Maar het is wel leuk daar. Was het heel druk? Ja, het was heel druk. Ja, dat was wat te verwachten. Maar echt alleen maar kinderen. Echt, zijn bijna alleen maar kinderen uit Oudenbos. Ja? Ja. Ik denk een aantal van de camping en een aantal uit Oudenbos. Verder echt. Ga je morgen weer? Ja. Morgen wordt het ongeveer net zo warm als vandaag. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog niet gekeken, maar ik zal zo eens kijken. Als het iets minder is, kan je ook zwemmen, hè? Vandaag gewoon niet heet. Moet je eventjes je handdoek eruit halen en je bikini? Of heb je die nog aan? Nee, die heeft mijn handdoek.
Oké. Okay. Hey, bikini, heb je nog aan? Okay. Ik zweet echt. Ik heb vandaag nog niet eens binnen gezeten, alleen in de ochtend. Verder ben ik niet eens weer zwemmen. Ja, nou mocht het eindelijk, hè? Leuk, hè? Ja. Juno zit daar ook in bad. Ja, Juno zit ook lekker in bad. Het is echt heel koud later vandaag. Ja. Oh. Lekker het gras aan het besproeien. Ja, we hebben net lekker bakplaten gedaan en ben je helemaal vergeten om te filmen. Ja, ze zijn ook allemaal gevlogen. Ja. We hebben nog lekker buiten spelen. Ja. Het is een mooie dag geweest weer. Ze hebben echt super naar de zin gehad op het zwembad. Het gras is weer hoog, hè? Ja, het gras gaat wel goed nou. Ja, dat stuk blijft een rotstuk hier, hè, dat hoekje. Ja, dat daar, hè. Dat is altijd geweest. Ik ben blij. Woehoe! We krijgen best wel veel reacties van mensen van heb je nou geen stress met halsteren en jullie blijven er zo rustig onder. En ik blijf er ook wel rustig onder, ik heb er ook geen stress van. Sophie die lijkt rustig. Die oogt rustig, ja. En dan heb ik mijn bril op, want ik heb last van mijn lenzen. Je hebt er toch wel wat stress van, hè? Ja, dat komt omdat je gewoon tegen die deadline aanloopt of zo. Er moet gewoon heel veel dingen achter schermen geregeld worden. Waar je te maken hebt met andere bedrijven die mee moeten werken. En dan moet ik overal 5-6 keer achteraan. En dan word ik wel eens heel onrustig van je. Ja. Maar ik heb natuurlijk 2 dagen speling, omdat we 2 dagen later open gaan. Dus de stress is wel iets minder. Omdat ik nou denk, ik heb 2 dagen extra. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ik heb een hele lijst wat ik moet gaan halen overal. Nou, dat zijn echt de laatste dingetjes. Maar, ja, we moeten echt ook een beetje taken gaan verdelen nu wat meer. Dus, we hebben heel veel dingen samen gedaan de laatste tijd. Ja. En we doen die dingen samen omdat we ook samen een lamp uitzoeken. Ja, zo'n lamp die hangt er wel. Ja, en als de ene zegt, besloten heeft dat ik vind dat een mooie lamp. En dan zeg je, vind ik echt niks. Moet ik er gewoon wel. Het gaat is om onze alles. Zaak van ons samen. Het gaat er al om waar een lamp opgehangen moet worden. Ja. De plek van waar de kassa moet komen. Ja. En dan jij zegt het een, ik het ander. En dan gaan we kijken, ja, wat is dan het beste? En samen zijn wij daar wel een sterk team in. Wij kunnen echt heel hard op elkaar mopperen daarin. Hoor. Dan zie je wel eens de interieurbouwer of zo, die zie je dan kijken. Van, maar ja, wij weten wel dat er niet. Dat is maar een dat beetje, is gewoon, dat is weer. Dat is allebei gewoon je visie willen vertellen of zo. Maar dat is niet dat de ander dan fout is. Nou, ik ben wel boos op jou. Want Sophie heeft de winkel veel te groot gehouden. Dus de productie is eigenlijk gewoon te klein. Daar ga ik echt tegenaan lopen. De winkel is te groot. Maar hij staat op wielen, dus alles kan ervoor. Ja, yep. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is zelfs. Ja, hij kan ervoor. Wat kan hij ervoor? Alles. Je kunt hem toch zo kleiner maken? Nee, maar aan die kant heb ik geen ruimte nodig. Dus dat de koeling nou vooruit staat. Dat heeft mij in de bakkerij wel wat ruimte gegeven. En ik heb besloten dat de winkelmeiden... Niet door de bakkerij naar de kassa moeten, wat eerst de bedoeling was. Nee, maar gewoon rechtdoor. Maar rechtdoor door de winkel heen. Dat is wel jammer. Maar dus echt qua nou ver uit de kortste route. Ja. Qua ruimte moet ik het in de bakkerij ook zeggen. Maar dan laat ik nog zien hoe de machines opgesteld zijn. Maar ik wil eerst even de bakkerij nou even schoon dat alle bouwmaterialen eruit zijn. Want het is gewoon, nog niet alles is opgehangen. Afzuigkap moet nog gehangen worden. Ik sta gigantisch in de pad. Vaatwassers er nog niet? Nee. Nou, ja, alle meubels zijn er nog niet. Dus het is echt nog wel iets spannend, hoor. Ja, de harde broodjesmeubel komt morgen. Hoop ik. Waarschijnlijk. Ik vertrouw daar juist wel. Nee, en dan moet jij eerst zien en dan geloven. Ja, dan moet jij je eigen niet terugkomen maken. Dus wij gaan even rustig vanavond even relaxen. Ik ga even lekker in bad, denk ik. Ja, en ik ga weer een beetje televisie kijken. Ik denk dat ik in slaap val. En de kinderen die zijn eigenlijk allemaal spelen, alleen junior is binnen. Ja. Dus die zien we wel verschijnen. Ze zijn allemaal van tafel gevlogen, één voor één. Eline was ongemerkt weggegaan. Ja. En toen ging er één weg en toen zei ik, waarom ga jij weg? Maar de liefde, denk ik. Ja, of kusje. Ja, maar Eline is al weg. Ja, nou ja, dan kan ik er niks meer van zeggen. Hè. Dat is het geluk als je in zo'n groot gezin woont. Dan heb je toch, als de ene... De ene schaap over de dam is, dan gaat de rest volgen. Dan hebben ze, en ze kunnen dat samen spelen. Komen altijd voor elkaar op. Ja, die hebben wel geluk hoor. Dus echt wel. Die vormen gewoon een pact tegen ons. Dat niet. Ja, maar die mag dat ook. Ja. Mag ik dat ook? En die ook. Ja, en Nout heeft vandaag op het zwembad hoorden wij van een moeder alle meisjes met zonnebrand ingesmeerd. Dus dat doet hij goed. Dan vraag ik daar en dan reageert hij er niet op. Maar ik zal het morgen nog wel eens een keer vragen dat jullie mee kunnen kijken. Nou, hij zei het gelijk tegen mij.
Hij zegt, kijk, jij hebt het gedaan. Ja, dat is goed van hem. Ja. Ja. Nee, durfde ik dat vroeger maar. Ik moet ons Mereltje gaan halen. Die was met Natalia naar de McDonald's. En naar het werk. En de auto zit helemaal in elkaar. En Merel wordt nou gecheckt. Ik zal er zo spreken. Ik heb er al gesproken. Dit was de auto. De airbags er allemaal uit. De andere auto zit nog verder in elkaar. Ik ben thuis met Merel. Merel die is in de slaapkamer en ze is heel verdrietig. Ze heeft heel veel pijn, maar het is gelukkig niks ernstigs. De ambulancebroeder die vertelde mij dat door de airbags krijg je een soort brandwond op je arm en natuurlijk een enorme klap. Dus ja, daar heeft ze wat blauwe plekken van op de been en op de arm dan die soort ja, lichte eerste graads brandwond en ja, pijn van de klap. Zij zat wel aan de kant precies waar de auto gekomen was. En de andere auto had gelukkig niemand iets. En Natalia die had last van haar been, maar was ook niet ernstig. Dus er waren gewoon twee autostoten los. En twee verdrietige meiden. En ja, dat is iets wat je in je leven niet vergeet, denk ik, voor Merel. En ik hoop dat ze morgen het een beetje wil laten zien en een beetje vertellen. Dus dat zie je morgen. En wij gaan slapen nu, want het is al best laat. En hier zitten ze allemaal in spanning, allemaal naar het verhaal van Merel te luisteren. Net. Ja, ze kwamen allemaal even kijken. We kwamen zo thuis en Eline zag zo'n appje van mama. Merel is met een ongeluk. En papa is te halen. Ja. Maar het is gelukkig helemaal goed. Dit was de vlog voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Houdoe. We hebben al 22 jaar dezelfde man die het oud brood bij ons ophaalt. Ik ga jullie even vertellen over wat er gisteravond nou precies is gebeurd. Ja, een beetje een chaotisch verhaal zo hoor. Maar wij hebben het zelf ook weer onderschat wat erbij komt kijken, merken. Het is echt heel veel. Ja. Echt heel veel.